Wil je misschien eens vertellen hoeveel euro je per maand verdient? Ja, sporadisch. Soms 8, soms 7. Wil je mij niet leren hoe ik geld kan verdienen? Nee, zeker niet. Ik begon met een Peugeot, toen een Volkswagen Polo en nu mijn Audi. Wees jezelf en wees gay. What a wonderful world. Wat zullen de mensen hun duurste aankoop ooit zijn? Zullen we daar eens een vraagje over stellen? Ik ben serieus wel benieuwd, man. Het gaat allemaal om de money natuurlijk tegenwoordig. Anders zeg ik, are you, let's go. Sowieso. Kom, we gaan. Genoeg gepraat. En wat is je duurste aankoop ooit in je leven geweest? Ik denk... Je moet het wel zeker weten. Ja, zeker. Ik denk mijn scooter. Wat voor scooter heb je? Ik heb nu een Sim. Fit. Die had ik gewoon gekocht bij een winkel. Dat is denk ik wel echt mijn duurste aankoop, ja. En die van jou? Bro, voor mij is het gewoon trainingspak. Trainer. 1000 euro verspild. Wat? Wat voor trainer was dat? Met gouden draad of zo? Is een klappertje gemaakt. Oh ja, moet gebeuren. Wat is jullie duurste aankoop ever? Ja, mijn jas dan. Komt wel op neer, mijn jas. Die je nu aan hebt? Ja. Wat heeft die gekost? 450 euro. Zo, de knijt is best wel wat. Is een beetje kwaliteit? Tuurlijk. Uiteraard. Wat voor merk is het? Barajumper. Netjes, waar heb je die geld? Bijenkorf. Wauw. En hij is 100% echt? Ja, tuurlijk. Waar zie je dat aan, zeg maar? Ah, kijk. Kijk. Hier heb je zo'n QR-code. Als je die scant. QR-code heeft hij in. Dan kan je kijken of die echt is. Netjes man, netjes. Ja, je weet het tegenwoordig niet, hè? Nee, je weet het nooit, hè? Je weet het. Neppe dingen op de markt. Dingen tegenwoordig. Wat vind je daarvan? Ja, een beetje dom. Weet je, ik koop het gewoon niet. Ga lekker naar de HEMA, koop daar een jas. Precies, CNA. Zoals IJs altijd zegt. Shout-out naar IJs. Precies. Zo is het. En jij? Ja, ik denk ook mijn jas. Ja, of een trui. Ik denk Stone Island trui. Stone Island trui, die was duurder dan je Parajumper? Nou, de Parajumper was 360, maar mijn Stone Island trui hebben we toen. Ja, wel met korting. Volgens mij 2,50 ook voor betaald. Maar dat was een beetje een impulsieve aankoop. Hoezo impulsief? Leg eens uit. Ah, ik had mijn eerste goede salaris gekregen. Dus ik denk, ga met twee vrienden van mij gaan we naar Amsterdam toe. PC Hoofdstraat in. Maar, Eindelijk, je hebt je over laten halen door je vrienden, zeg maar. Dat je denkt van, ja, ik doe die aankoop. Zeg maar, we wilden gewoon kleding halen. Dus we denken naar Amsterdam, leuke stad. Gingen we even door de PC Hoofdstraat lopen. Ik vond Stone Island toen een geweldig merk, weet je wel. Dus ik denk, kijk er even naar. Met mijn impulsieve hoofd, nou, gekocht. Mijn maand amper doorgekomen, omdat ik al mijn geld uit heb gegeven daar. Goedemiddag. Wat is jouw naam? Ik heet Ali. Wat is jouw duurste aankoop ooit geweest in jouw hele leven? Ja, ik denk gewoon een auto. Wat voor auto was dat? Dat was een BMW. BMW, zo. En hoe duur was het? Ja, ga ik niet vertellen. Ja, kom op. Nee, dat ook niet. Plus minus? Nee. Dan denk ik dat je hem niet gekocht hebt. Jawel, ik heb wel gekocht. Hoe ben je aan het geld gekomen? Ja, gewoon gewerkt. Je, wel voor werk doe je? Ik ben gewoon een franchiser. Franchiser in? In alles. Je duurste aankoop, wat is dat ooit geweest? Mijn auto. Wow, en wat voor auto? Ik begon met een Peugeot, toen een Volkswagen Polo en nu mijn Audi. Zo, dus dat gaat erop vooruit? Ja, zeker. Wauw, dan ben ik altijd benieuwd. Wat voor werk doe je dan? Verpleegkunde. Oeh, dat verdient wel wat knakies. Kan beter. Kan beter, oké. Okay. Hoeveel is dat ongeveer per maand dan? Nu 1800 per maand. Oké, okay, kan je nog doorgroeien ook? Zeker, ik kan alle kanten op groeien. Oh, wat is zeg maar jouw toekomstbaantje dat je denkt van ja, daar wil ik echt naartoe? Jouw toekomstvisie? Geen idee. Echt. Wil je dan hoofdverpleegkundige of zo worden of kan dat niet? Het ligt allemaal van de huidige maatregelen af. Hé, hey, maar wat heeft die Audi ongeveer gekost? Nou, mijn Polo moest ik inruilen. Ja? Met nog 500 erbij. Oké, okay, was het een nieuwe Polo of? 2011. Wat heeft die gekost? Die was 5.500 euro. 15.500 euro? Nee, 5.500 euro. Oh, 5.500 euro, oké. Okay, dus een tweedehands, zeg maar. Ja. En dan 500 bij de 6.000 euro de Audi. Ik kan wel rekenen. Hier met? Junior. Denise. Senior. Nee. Hey, ik vroeg me net af, wat was jullie duurste aankoop ooit? En toen zei jij? Mijn duurste was de nieuwe PC die ik heb gekocht, van 3.500 euro. Want ik wou net zeggen, dat kan heel duur zijn. Wat voor PC heb je? AMD 16 core. Zegt me helemaal niks, maar het zal wel goed zijn. Laten we zo zeggen, het nieuwste wat nieuwste. Kan je er goede films op kijken? Alles. Alles? Laten we zeggen, 3 games tegelijk kan je erop draaien. Dus als je heel wat films wil gaan kijken, dan met een VR-bril dan kan je nog wel even lekker uitleven. Laten we daar op houden. Heb je er lang voor moeten sparen? Nee, valt mij een jaartje. Heb je hem zelf gebouwd? Ik heb hem wel laten bouwen, maar wel zelfs samengesteld. Wat was jouw duurste aankoop ooit? Mijn scooter van 5.500. Een raket of een scooter? Een scooter. Wat voor scooter was dat dan? Een Vespa Limited Edition. Oeh, scoot. Zeker. Hoe ben je eraan gekomen? Gewoon door rond te kijken en toen zag ik hem staan en toen dacht ik dat is hem. En dan heb je gewoon zomaar even 5.500 euro te spenden? Nou, ik heb er wel hard voor moeten sparen. En wat is hard? Een paar jaar. Maar ik hoorde jou zeggen van dat je dit jaar ook nog een paar aardige aankoopjes hebt gedaan.
Ik heb dit jaar ook nog een nieuwe scooter gekocht van 3000 euro. Jezus, ik hoor hier een partij bedragen om mijn oren heen flapperen. Ik word er bijna jaloers van. Wat voor scooter? Een Simjet 14. Simjet 14? Ja, ken je vast zeker wel. Ja, ja, ik ken de Simjet 13 nog. Nou, de 13 die ken ik niet. Ik ken alleen de 14. Ik ook niet hoor. Hey, en PC voor over de duizenden euro's. Een scooter van over de duizenden euro's. Jij een scooter van over de 1000 euro's. Hoe dan? Veel werken. Ik werk 40 uur in de week. En jij? 30. Maar jullie zeiden beide dat jullie uit Groningen kwamen. Op zeker heb je een wietplantage op je zon. Was dat maar zo. Dan had ik een hele grote neergezet. Dat zeggen ze allemaal. Ja, maar dat is niet zo. Een hele goede werkgever. Wat is jouw duurste aankoop ooit geweest? Mijn duurste, zo, dat is een lastige. Ik denk ja, iets van een telefoon of zoiets. Weet je wel, iets redelijk standaard. En wat was dan de prijs wat je betaald hebt voor je telefoon? Rond de 500. Hoe kom je aan dat geld dan? Sparen. En waar spaar je van? Ik spaar van het geld wat ik verdien bij mijn werk. En ja, ik heb nu pit gespaard voor als ik uit huis ga. Dus. Hoe snel ga je thuis uit? Gelijk als ik 18 ben. Dan moet je flink sparen. Ja, ja. Oei, pijnlijk man. Nee, draag je die trui nog steeds? Of, ja, ik... Heb je hem vaak gedragen? Ik heb hem veel gedragen, maar mijn trui is in de sloot beland. Echt waar? Dus is ook kapot gegaan of zo? Hoe kwam dat? Ja, we waren aan het varen met een groepje. En we kwamen een andere boot tegen met wat mensen. Dus wij met z'n allen een beetje zwaaien. We stonden met z'n allen aan één kant van de boot. Toen kwam er een goede golf. Zijn we omgeslagen. Hey, en iets van 5000 euro schade of zo. Zo, wauw. Dus heel je trui die was helemaal kapot, zeg maar. Je broek, alles. Dat was nog het minste, zeg maar, mijn trui. Ik heb mijn telefoon kunnen redden. Ik had mijn telefoon in mijn hand, dus ik kwam zo boven water, zeg maar. Oh, net aan. Net aan. Maar er zijn laptops gesneuveld, telefoons gesneuveld. De motor van de boot was kapot. Hey, maar waren jullie dronken of zo toen je ging varen? Ja, dus. Ja. Dus jij drinkt best wel wat? Ja, het weekend alleen, hè. Alleen het weekend. Wat drink je dan? Ja, ik ben niet vies van een biertje of een... wat het zijn, wodkaatje vind ik ook wel lekker. Wat is lekkerder, bier of wodka? Bier, sowieso. Bier. Ja, wodka is eigenlijk helemaal niet lekker, maar... Maar hoeveel bier drink jij, zeg maar, om echt helemaal skrent te zijn? Helemaal gek? Ja, ik drink wel wat, ja. Wat drink jij? Veel bier. Hoeveel ongeveer? Een kratje per week of zo? Dat gaat er wel doorheen, een kratje per week. Wat drink je, de Heineken of Hertog Jan of zo? Hertog Jan. Wil je misschien eens vertellen hoeveel euro je per maand verdient? Genoeg. Genoeg? Beetje genoeg. Ja, sporadisch. Soms 8, soms 7. En dan in de franchise? Ik heb net alles wat te geven. Heb je een Nokiaatje in je zak zitten? Nee. Doe je wat anders? Ik doe gewoon mijn ding. Kan je mij eens vertellen hoe ik dan die knaken kan verdienen als ik gewoon mijn ding kan doen? Ik weet niet. Geef me een beetje straatles. Wat voor straatles moet ik jou geven? Wil je mij niet leren hoe ik geld kan verdienen? Nee, zeker niet. Oh, hey, is er nog één ding waarvoor je echt wil gaan sparen, zeg maar? Ik weet het nu even niet. Heb ik. Huis? Huis heb je ook al? Ja. En wat wordt je volgende grootste aankoop ooit, denk ik? In de toekomst een huis of zo, of mijn huur, dat soort dingen, ja. Of make-up? Nee, daar spendeer ik niet zoveel geld aan uit. Nee, niet? Nee. Oké. Okay. Maar je vertelde me net dat je misschien in een styliste wou gaan. Dan moet je toch uiteindelijk heel veel geld uitgeven aan make-up en die dingen? Ja, of kleding? Kleding, ja. Nou, ik ben zelf meer van het thriften. Een beetje... Thrift shops? Ja, een beetje je eigen stijl maken. I pop some cash. $20 in mijn pak. Kijk deze video. Volg me ook op Instagram. Jonas Speaker, laag streepje, dankjewel. Zeker doen. Ik heb niks meer te zeggen, ik vind het helemaal goed. Niks meer. Ik kan niet één keer even zeggen, bier. Nee. Bieren jongens, fijn weekend. Ja, geniet van je biertjes, doe het. Wel gewoon je leven blijven leven in ieder geval. Gewoon leuke dingen blijven doen. En wat je opzij kan leggen, gewoon opzij leggen. Gewoon op zoek gaan naar een goede baan, goede opleiding doen. En gewoon lekker je ding doen, dan komt het vast en zeker wel goed. Hard werken, dan kom je er vanzelf. Wees jezelf en wees gay. Woehoe! Dus je bent gay? Ja, zeker! Hartstikke vet. En blijf er trots op, hè? Ja, toch? Zou ik doen. Doei doei! Doei doei! Love you! Hey, werk ze!